2 Korinthe 5, vers 17. Daar ben ik vanmorgen geëindigd. En dan ga ik vanmiddag door. 2 Korinthe 5, vers 17. Ik wil eerst zeggen dat dit een bij uitstek een toespraak is voor de gelovigen. Heel belangrijk voor de kinderen Gods. Ontzettend belangrijk. Want we weten welke dingen er nu spelen in deze wereld. Zoals de Bijbel zegt, dat de Heer ons gaat beschermen. Dat we aan het verderf ontkomen. Dat door de begeerte in de wereld heerst. En al die ellendige dingen die plaatsvinden om ons heen, hebben te maken met de begeerte die in de wereld heerst. Jacht naar geld, naar roem, naar macht enzovoort, zijn dingen die door de begeerte opspringen in de harten van mensen in deze wereld. Maar het woord zegt in 2 Petrus 1 vers 4, wij gaan ontkomen aan het verderf. We gaan ontkomen aan deze zaken die om ons heen zijn. Ik heb een paar weken geleden uitvoerig gepredigd over de opname van de gemeente. Over ontkomen aan deze dingen die om ons heen zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is voor de gemeente Gods om dit te beseffen, hoe belangrijk het is. Het evangelie heeft kracht. Het evangelie is kracht. Het evangelie is een kracht van God. En de uitwerking waar we alles zo verlangen is ons behoud. Want evangelie brengt ons eeuwig leven door genade van de Heer. Het evangelie brengt verandering in de harten van de kinderen Gods. En dat is de uitwerking, het resultaat, de som van het evangelie, is de verandering die plaatsvindt in het hart van de kinderen Gods, die de heiland hebben toegelaten in hun leven. Want het aannemen van de heiland is een vrijwillige zaak. Omdat God niemand dwingt om hem aan te nemen. Hij heeft wel de autoriteit en de macht om dat te doen. Maar hij doet het niet. Hij houdt van vrijwilligheid. Zoals een man ervan houdt dat zijn vrouw vrijwillig van hem houdt. Zo verlangt de Heer ook dat wij hem vrijwillig aannemen. In ons hart toelaten, zonder enige dwang. En die verandering die daarmee gepaard gaat, met het aannemen van de Heer. Want de Bijbel zegt, zo is dan wie in Christus is, 2 Korinthe 5 vers 17, een nieuwe schepping. Dat wil zeggen, het is een feit. Het is niet iets dat je wordt. Als je de Heer hebt aangenomen en je hart hebt toegelaten, ondanks strijd en andere dingen ook meer om je heen, we zijn een nieuwe schepping. Dat woord is heel duidelijk hierover. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. En om dat te preciseren, zegt het woord verder, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. En deze woorden zijn heel belangrijk. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Dus iedereen kan weten en zien en ervaren of hij veranderd is. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Het nieuwe leven in Christus is een feit. Dus ieder kind van God is veranderd.
Ieder kind van God heeft het nieuwe leven. En een kind van God worden wij door Christus aan te nemen. We zeggen: Heere, ik kom tot u. Neem mij aan, Heere. Ik belijd mijn zonde, mijn ongerechtigheid. En kijk, het aannemen van de Heere moet oprecht zijn. Want dan kan de hemel die aanname beantwoorden. Soms denken we dat iedereen die zo'n gebed bidt en voorkomt, of wel ook bidt, een kind van God meteen is. Niet iedereen. Al is hij die bewust en eerlijk en oprecht de Heere vragen in uw hart te komen. Maar sommige mensen vragen de Heere met bijbedoelingen. Bijvoorbeeld, ze hebben iets nodig. Ze hebben een probleem. En ze denken, ik ga maar naar de kerk. Ik ga naar de Heere maar. En dan gaat de Heere mij horen. Dan gaat de Heere mij helpen. Maar hij gaat met een bijbedoeling. Maar niet met de bedoeling om Christus heel bewust in je hart toe te laten. Het zijn alleen die mensen die bewust die stap doen en zeggen, die de Heere aanvaarden. Het woord aanvaarden heeft te maken met aannemen. Heeft hem sluiten in je hart. Heeft te maken hem toelaten in je leven. Heeft te maken oprecht met de dingen van de Heere bezig te zijn. Dat ze de Heere aannemen. Alleen mensen die in zo'n staat, met zo'n gezindheid, tot Christus gaan en hem uitnodigen in hun hart te komen, zijn die mensen die de Heere aanvaardt als zijn kinderen. Daarom zegt hij bij, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dat is heel bijzonder. En er zijn uitwerkingen, die zien we als we de Heere hebben toegelaten in ons hart. Oprecht hebben toegelaten. En het maakt ons niet uit, zoals de discipelen waren, wat met je gebeurt. Welke strijd je krijgt, welke vervolging je krijgt. Je bent zo bewust met de Heere bezig, dat je vasthoudt door alles heen. Hou je vast in je geloof. Je laat je niet afleiden door omstandigheden. Pardon. Door dingen die mensen zeggen over u. Door kwaad gerucht. Of wat dies meer zei. Je hebt een bewuste keuze gemaakt voor Christus. En als de hemel is blij om u te ontvangen. En dan zegt de Bijbel, na zo'n lange inleiding, dan zegt de Bijbel, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Dus kinderen Gods, die die stap bewust gemaakt hebben, zijn een nieuwe schepping. Je bent in Christus. Dat wil niet zeggen dat je geen fouten meer gaat maken. Want iedereen maakt fouten. Sommigen veel, anderen minder. Iedereen maakt fouten. Als iemand aan je zegt, ik ben van de Maranatha-kerk en ik maak geen fouten. Zoek twee mensen naast je. Sleep die persoon naar voren. Wat de voorganger hem de handen oplegt om die leugengeest uit te drijven. Maar wat is die verandering in ons dan? Als we een fout gemaakt hebben, zijn we heel snel om tot de Heere te gaan, of tot mensen te gaan, om dingen in orde te maken. Als we in de wereld zijn, dan sleept het door. Maanden, weken. En het interesseert ons niet of het goed gemaakt wordt. Maar als je in de Heere bent, vind ik het heel belangrijk
dat goed gemaakt is. En de Bijbel gaat veel dieper daarin zelfs door. Veel dieper. Bij die eerste bergpreek van Christus. Eerste bergrede van de Heer heeft twee gehad. Bij die eerste. Dan zegt de Heer. Als je geld naar het altaar brengt. Bij jullie wordt het opgehaald, hè? Maar er zijn heel veel kerken die het geld naar het altaar brengen. Hebben we ook een poos gedaan, maar het duurt te lang. En sommige mensen die kwamen niet, maar door mensen die langs moesten lopen, werden gestoord om langs te lopen. Als iedereen zou komen, zou het geen probleem zijn om het te doen. Maar niet iedereen komt. Sommigen willen gewoon naar voren gaan. Ik heb ze toen geleerd, als je naar voren komt, je hebt niets, zet lucht. Maar zo werden mensen verstoord. Omdat iedereen naar voren wilde komen om zijn offer in een mandje te zetten. Hebben wij gedacht, we komen weer langs. Maar het was zo, zoals de Heer het gewild heeft, naar het altaar brengen. Je offer. Biddend naar het altaar brengen. Dan zeg het woord, als je onderweg naar het altaar bent en je herinner je dat je broeder heeft iets tegen jou. Dat is wijsheid, hè. Want je hebt nooit iets tegen een broeder, die heeft altijd iets tegen jou. Niemand heeft iets tegen de ander. Altijd heeft een ander iets tegen jou. En de Bijbel speelt daarop in. De Bijbel zegt, het maakt me niet uit of hij iets tegen jou heeft. Of je hebt iets tegen hem. Of hij heeft iets tegen jou. Het maakt me niet uit. Ga heen en verzoen je met je broeder. Ga je excuus aanbieden. Ga vergeving vragen. Ook al heeft hij iets tegen jou, je gaat de vergeving vragen. Ik heb niets tegen jou, zeggen die kinderen Gods vaak. Ik heb niets tegen jou, ik hoef niet vergeving te vragen. Ik doe het niet hoor, echt niet. Maar de Bijbel zegt, als je herinnert, dat je broeder heeft iets tegen jou. In de Maranatha-kerk zal het zijn, je zuster heeft iets tegen jou. Meestal. Ga heen. Ga vergeving vragen. Ga je verzoenen. Ga het in orde maken. Neem de schuld op je. Neem de schuld op je. Ja, dat is geestelijk, man. Werelds doen ze dat niet. Ik heb geen schuld. Jij moet het doen. Jij moet buigen. Jij moet dit doen. Jij moet dat doen. Dat is werelds. Maar hemels is. Als je aan herinnert. Dat iemand iets tegen je heeft. Ga heen, zegt de Bijbel. Verzoen je met je broeder. Dus verzoening wil zeggen, maak het in orde. Peace, shalom. Vrede. Wat is Surinaams vrede? Hebben ze geen woord voor, hè? Vrede ook, hè? Nee, geen vrede. Ja, echt vrede? In Surinaams ook? Oké, vrede. Sluit vrede met elkaar. Oké? En breng dan je offer. Dat is geweldig. En zie je, dat is een van de uitwerkingen. Van die nieuwe natuur. En die heeft dat nadrukkelijk van zijn kinderen. Nadrukkelijk. Dat wij veranderd zijn. Want veranderd zijn zoals wij zijn, heeft een ander punt. Het is zichtbaar. Ten eerste voor jezelf is het zichtbaar. Ten tweede voor anderen. Als het alleen voor jezelf zichtbaar is, die verandering, is het geen verandering. Moet ook voor anderen zichtbaar zijn. Neem een man en een vrouw die bij elkaar samen wonen, zoals die twee Javanen daar. Met elkaar samenwonen. Die vrouw wil zien dat die man veranderd is. Die man kan zeggen aan die vrouw, ik ben veranderd hoor. Ik ben veranderd, ik ben van de kerk. Ik ben van de Maranatha kerk. Ik doe de collecte bij Maranatha kerk. Ik doe de foto bij Maranatha kerk. Ik ben veranderd. Die vrouw zegt, Gustav, je moet je bekeren. Dan is het zo. Want beide moeten het zien. Ja,
Zelfs onbekeerden moeten aan ons kunnen zien dat wij veranderd zijn. Ja? We zijn een licht. Een licht in deze wereld. Dank u, Jezus. Hij was een man, hij was een bishop van toen. Hij was heel bekend. Hij was een van de bekendste leraren van Israël. Was een zeer gerespecteerd man. Hij moest zien dat de fariseeën, de leraar Israël, waren mensen die grondige kennis van het woord hadden. Toenmalige Bijbel hadden. Soms praat men een beetje negatief over de fariseeën. Maar als wij die pretenderen Christus te dienen, zo'n kennis zouden hebben als zij hadden, zou geweldig zijn. Ja? En deze man was zo iemand. Hij was een leraar van de leraars. Hij was een pastor van de pastors. En die man komt tot Jezus. Op een door hem vastgestelde tijd, in de nacht. Want hij wilde niet hebben dat anderen moesten zien. Dat hij met Jezus omging. Vaak willen mensen niet hebben dat anderen zien dat ze naar de kerk gaan. Als ze uit huis gaan, dan hebben ze een geweldig grote pruik op. Komen ze voor de deur van de kerk, dan houden ze het weg. Want dan zijn ze in de kerk. Mensen mogen niet zien dat ze naar de kerk gaan. Mensen mogen niet weten dat ze van Jezus zijn. Ja. Zo deze man ook. Hij ging bij de Heer. Hij kwam des nachts bij tot hem. En hij prees hem. Rabbi, ik weet, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar. Hij was een leraar van leraars en hij kende de vaardigheden, de skills van Christus. Maar niemand kan de tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Die tekenen die Christus deed, waren heel bijzondere dingen. En deze man heeft heel veel tekenen gezien en dingen gezien. Als Jood zijnde heeft hij vele dingen gezien van God. Maar toen hij Jezus ontmoette, zei Heer, u moet van God zijn. Want niemand kan de tekenen doen die u doet. Tenzij God met hem is. En de Heer zijn antwoord was kort maar krachtig. Nicodemus, je moet opnieuw, je moet weer, je moet voor de tweede keer geboren worden. Opnieuw, weer, voor de tweede keer geboren worden. Dat was zijn antwoord op het gepraat van Nicodemus. En hij begreep het niet. Hij dacht, moet ik weer in de moederschoot ingaan? Moet ik weer een baby worden in mama's buik? Maar de Heer bedoelde niet de natuurlijke geboorte. En wij allemaal hebben een deel aan natuurlijke geboorte, anders waren wij niet hier. En bij natuurlijke geboorte hebben wij natuurlijke eigenschappen. Van onze ouders. Bepaalde gewoontes. Goede gewoontes, slechte gewoontes. Neem wij over. Bij een natuurlijke geboorte. Dan mijn vader en moeder kunnen vaak dingen van zich bij hun kinderen zien. Soms zijn die dingen zo erg, dat ze de kinderen niet vertellen dat zij zo erg waren. Ze bezwijgen het. Maar de kinderen nemen dingen over vanwege de natuurlijke geboorte.
En je herkent ze als ouder, herken je die dingen in je kinderen. Nee, Nicodemus, dat bedoel ik niet. Dat je weer een baby wordt, in mama's buik gaat en weer, enzovoort. Nee, ik bedoel ook geen reïncarnatie. Maar dat denken heel veel mensen als ze horen wedergeboorte. Dan denken ze meteen aan reïncarnatie. Dan denken ze, is die weer gekomen enzovoort? Nee, het is de mens beschikt eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Niemand moet denken, als je goed leeft, je weer terugkomt als een mooie hond. Je ziet de Heer als je de Heer dient. Ga je de Heer zien. Maar de Heer bedoelde een geestelijke geboorte. Een nieuwe schepping. Een geestelijke geboorte met geestelijke eigenschappen. Eigenschappen van God. Je bent uit God geboren. Je hebt het DNA van God. Als je op aards geboren bent, natuurlijk, heb je het DNA van een mens, van een man. Maar ben je uit God geboren, heb je van God. Dat is die nieuwe geboorte. En die nieuwe geboorte krijgen we als we Christus aannemen met een oprecht hart. Dank u, Jezus. Als wij veranderd zijn. Door inbreng. Van de hemel. Niet in eigen kracht. Trouwens, het enige wat wij mogen doen, hè, is willen. Bereid zijn. Je openstellen. Meer kan je niet doen om veranderd te worden. Je kan je best doen. Vanaf vandaag ga ik zo en zo zijn. Het werkt niet. Er is een goddelijke ingreep nodig. Daarom zegt het woord, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. En die goddelijke ingreep, Paraguay, die gaat je man als eerste merken. Dominee Smit, dat gaat je vrouw als eerste merken. En je kinderen ook, ja, je kinderen ook. Ja, die gaan het merken. Dat je anders bent. De mensen die naast je zijn, kijk de Chinees in Hongkong, die hoort het wel, maar die zie je niet. Mensen die dicht bij je zijn, die merken het wel. Dat je anders geworden bent. En anders is anders. De Bijbel zegt het zo in een tekst. Gij geheel anders. Omdat je Christus hebt leren kennen. Je hebt hem echt in je hart toegelaten. Het was geen spelletje. Je was niet gedwongen om hem aan te nemen. Je hebt het niet aangenomen om een vrouw te vinden of een man te vinden. Je hebt het niet aangenomen om een auto te kunnen krijgen of iets dergelijks. Van alle verhalen die mensen vertellen enzovoort. Nee, je hebt hem aangenomen dat je van hem, dat het Jezus is. En hij het behouden kan. Dat je een nieuw leven krijgt. Een veranderd mens wordt. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. En daarom, kinderen Gods, het is de tijd dat we ons hart openen. Oh ja, voor we afronden. Dit. Niemand kan de natuurlijke geboorte zelf bewerkstelligen. Toen ik als baby geboren werd in Paranam, daar aan de Suriname rivier. Maar daar was het ziekenhuis, aan de rivier. Ik weet er niks van. Ik weet er niets van. Later, na jaren, zei mijn moeder me, Stan, je bent daar geboren. O, ik? Waar? Daar. Ik was erbij en toch niet bij.
Maar ik kan me niets herinneren van de geboorte. Echt niet. Ik heb lang over nagedacht, heb gevast, heb gebeden. Ik kan me niets herinneren van die dag. Dat noemen wij de natuurlijke geboorte. Oké? Dat hart van steen haalt hij weg. Haalt hij weg. Haalt de Heere weg. En hij geeft ons een hart van vlees. Ik zal hun een hart geven, één hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste. Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven. Dat wil zeggen, als je heel gauw boos werd en driftig was, met jou valt niet te praten, je was eigenwijs en egoïstisch, je wordt verdraagzaam en zachtmoedig. Want het hart van steen heeft hij weggehaald en zijn hart van vlees gegeven. Ja. Mijn geest, Gods geest, zal ik in uw binnenste geven en maken dat u naar mijn inzettingen wandelt. Ik maak dat. Ik leid je. Je zal ontdekken dat voordat je de Heere kende, je in een wereld van leugens leefde. Want de God der leugen was je vader. Maar nu je de Heere bent, is de God van de waarheid je vader. En soms komt het je beter uit om te liegen. En je opent je mond om een leugen te spreken. Maar terwijl je spreekt, omdat je veranderd bent, komt de waarheid eruit. Je bent veranderd door God. Dat hart van steen heeft hij weggehaald. En ons een hart van vlees gegeven. Er staat, hij heeft dat gedaan. Dank u, Jezus. God is geweldig. Dat is genade of niet? En een nieuw hart zal ik u geven. Een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen, Ezekiel 36, zal ik uit uw lichaam verwijderen. En ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal in uw binnenste geven en maken dat ik mijn inzetting onderhoud. In twee teksten staat het bijna hetzelfde. In Ezekiel 11 en Ezekiel 36. Dat is geweldig. Ik dank de Heer voor het woord. Daar hebben we nodig, die geestelijke geboorte. Uit God geboren zijn. God is werk in ons hart. We zijn anders. We hebben de werken van het vlees overwonnen. Het grootste werk van het vlees is liefdeloosheid. Dus elk ander uiting van het vlees is daaraan gekoppeld. Ja. Er zijn zoveel werken van het vlees, dat ik ga laten 5 slechts enkele genoemd worden. Ik denk 18 stuks worden genoemd. Maar er zijn veel meer werken van het vlees. Ja. Maar de Heer geeft ons een hart van vlees. Word oprecht. Word eerlijk. Is iedereen van de gemeente, van de plaatselijke kerk eerlijk? Nee. Dan gaan we de mensen die heel bewust die keuze voor Christus gemaakt hebben. Niet ieder die naar de kerk gaat, heeft Christus als leider in het hart. Iedereen die in de kerk komt en naar voren komt, maakt een bewuste keus
voor Christus. Daarom is van belang te weten dat als we uit God geboren zijn, ons leven veranderd is. Ik kan me nog zo mijn bekeringsdag herinneren. Toen de geest van God mij krachtig aanraakte. Ik die tegen het was om God te dienen. Die God later wilde dienen. Was aangeraakt. En mijn leven was veranderd. En vanaf de eerste dag na mijn bekering wilde ik al mensen brengen tot geloof. En de eerste ziel die ik gewonnen heb tot geloof te brengen. Was mijn eigen vader. Die erg godsdienstig was. Die vooral het Joodse geloof aanhing, mijn vader. Hij zei, ik ben Jood. We mochten geen varkensvlees eten. We moesten Sabbat houden. Hij was de eerste ziel die voor de Heer gewonnen heb. En dat hij tot geloof in Jezus kwam, was hij vuriger dan ik. Heel vuur, dat het mij soms irriteerde dat mijn vader zo vurig was. Oké. Maar het verlangen in je hart was om echt te gaan voor Jezus. Om zielen voor de Heer te winnen. Om het koninkrijk te brengen. Daarom kon ik zo jong al beginnen. Als prediker, toen ik 18 jaar was, was mijn eerste preek en toen was het begin, was losgebarsten. Oké? Maar ik was veranderd. Ik was geheel vernieuwd. En iemand die geheel vernieuwd is, tot geloof komt, heeft één verlangen om anderen te vertellen over Jezus. Ja. Ik weet, in mijn tijd hadden we geen nazorg. Nu is er nazorg. Met mijn voorganger bad ik voor mensen die bezet waren na de samenkomst. En dan vrijdagavond moest ik heel lang blijven bidden voor mensen. Mensen gingen tekeer als slangen, toestanden. Kabaal maakten ze, noem maar op. Met hem samen, zijn tweeën, baden we. Ja. Maar ik was veranderd. Een nieuw leven in mij. En zo jong als ik begonnen ben, had ik het verlangen om zielen te winnen voor Christus. En er was geen nazorg. De enige nazorg die we hadden, was dat de voorganger ons inpeperde. Ga de straat op, ga getuigen van Christus. Dat was onze nazorg. Ga de straat op. Ga getuigen van Jezus. Ga mensen vertellen van de Heer. En het verlangen was heel groot in ons hart. Vandaag zie je mensen die pas tot geloof komen, meer als baby's, die alle aandacht nodig hebben. Waarvoor je heel veel moet bidden. En noem maar op, heel veel tijd en hebben ze nodig om bij de Heer te blijven. Je moet zelfs wel een beetje smeken om bij de Heer te blijven. Nee, blijf bij Jezus. Dan moet je ze smeken, alsjeblieft, laat de Heer die los. Als je even niet met ze praat, zijn ze weg. Maar als God je aanraakt, je hebt een nieuw leven, hoeft niemand je aan te sporen. Je bent van de Heer. En dat nieuwe leven in je, breng je ertoe. Om de Heer te prijzen, te dienen en te aanbidden. Oh boy. Je verlangt naar Gods tegenwoordigheid. Als ik in die tijd ging bidden, ik had er moeite mee om te stoppen met bidden. Ik had er moeite mee. Soms was ik 4 uren achter elkaar. En dan leek mij een kwartiertje. Leek het mij. Ik kwam soms thuis van de samenkomst. En wat moest ik doen? Ik bad. Dan ging 12 uur 's nachts op mijn scooter. Een bos was daar in de buurt en het regende soms. Maar ik ging uren bidden tot God. Ik had een verlangen naar hem. Ik wilde dicht bij hem zijn. Ik wilde contact met hem hebben. Ik verlangde naar Jezus, naar de Heer.
En vandaag, aan de dag, wat verlangen de mensen? Heel andere tijd. Niet bij iedereen. Heel andere tijd. Wat verlangen ze deze tijd? Naar aandacht. Naar positie. Naar aandacht. Naar gezien worden door andere broeders. Naar schouderklopjes van andere broeders en zusters. Verlangen ze. Als ze dat niet krijgen, zijn ze depressief. Zijn ze teleurgesteld. Zoeken ze andere gemeenten. Of iets dergelijks. Wat wij nodig hebben, is de aanraking van de Heilige Geest. Dat nieuwe leven. Zo is dan wie in Christus is. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Let wel, het nieuwe is gekomen. Want Jezus Christus leeft. Geef een applaus aan de Heer. Dank u, Jezus. Prijs uw naam.